1 like is 1 baby huggy wuggy. Hoeveel baby huggy wuggies zijn er? Vandaag ben ik een babysitter. En dit hier is de baby waarop ik moet zitten. Ik bedoel, waarop ik moet passen. Ja, sorry, dat woord is verwarrend. Hallo baby, wat heb jij een mooie rode ogen. Oké, we pakken de baby. Vandaag zal ik op je passen. Ga jij hier maar eventjes zitten. Ik ga een flesje drinken voor je halen. Een flesje drinken voor de baby. Die halen wij. Ah, kijk eens aan. Ik kom eraan, baby. Ik heb een flesje melk. Alsjeblieft. Oh, kijk hoe schattig. Oh, wacht. Oh, dude. Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Ik weet wat je hebt gedaan. Je hebt een poepje gelaten. Wacht, moet ik je hier neerzetten? Ja, ik denk het wel. Ah, kijk. Nu hebben we de luier nodig. Ach, ik weet precies... Ja, je bent een snelle baby jij, hè? Ja. Zo, nou, je bent in ieder geval weer schoon. Het is tijd om te gaan slapen, rakker. Met een schone luier en al. Welke kamer is van jou? Hé, ik woon hier niet. Je moet het me vertellen. Oh. Oké, wacht. Is dit... Ah, dit is de kamer. Oké, open die deur. Kijk eens. Dit bed is helemaal van jou. Nou, slaap lekker, baby. Hij kijkt alsof hij nog nooit heeft geslapen. Oké. Doedoet. Slaap lekker, dude. Hij kijkt ineens heel boos. Hij weet dingen die ik niet weet. Ik ga er vandoor, vriend. Hey, slapen is slapen. Deur dicht. Oeh, dat was wat. Oké, nu moeten we wachten tot zijn ouders thuiskomen. En ondertussen mogen we tv kijken. TV kijken. Wachten. Goede combinatie. We gaan lekker zitten. Oh, en we genieten van de tv. Serieus? Ik had nog zo met hem afgesproken dat hij niet zou huilen. Ik heb hem een contract laten tekenen. Anti-hel contract. Hij heeft getekend. Hij schreef Gucci Gaga. We weten allemaal dat dat een officiële handtekening is. Nou, geen enkel probleem. Hey, wacht eens even. Had ik de deur niet dicht gedaan? Ik weet echt bijna zeker dat ik de deur had dicht gedaan, maar... Waar is de baby? Hij is niet in deze kamer. Is hij gewoon naar beneden gegaan? Oh. Wacht, wat? Doe, daar was ik net. Echt waar, ik stond op mijn benen, hier zo. Ik neem de baby mee. Het is echt een schatje. Hij kijkt alsof hij mijn ziel wilt. Wil je mijn ziel? Oké, laten we hem mee naar boven nemen. Voor de tweede keer. Hey, het is een baby, come on. Hij is gewoon speels. Hij vindt het gewoon leuk om te teleporteren. Welke baby vindt dat nou niet? Alsjeblieft. Slaap lekker, dude. Oké, nou, ik doe de deur weer dicht. Oh, oeps, ik ben vergeten het licht uit te doen. Het licht gaat uit. En de baby. En we gaan chillen. Voor de tweede keer. Op de... Ik dacht dat ik wat hoorde. Op de bank. De mooie bank. Als Bob een scheetje laat, dan ruik ik stank. Hey! Het is zo. Dit is alweer de tweede nacht dat ik hier mag babysitten. En ik vind het fantastisch. We pakken het flesje. Waarom zit de deur op slot? Oké, wacht even. Niks aan de hand. We doen het licht aan. De deur zit letterlijk op slot. Is hier ergens een extra... Oh, wacht, de oven misschien? Waarom zou er een extra sleutel in de oven liggen? Waarom zit de deur op slot? Oh. Hij was net op slot, toch? Doe, dit is verwarrend. Waar is de baby? Oh, daar ben jij. En hier ligt de sleutel. Doe, heb jij net de deur op slot gedaan? Like, je bent een baby. Ik weet dat je dat niet kan. Je kijkt verbaasd. Alsjeblieft, gast. Oh, je hebt gepoepiepappiet. Waarom moet je nou poepiepappiet doen? Kom op, man. We hebben je afgevraagd. Wacht even. Hoe zou jij dat vinden? Stel voor, ik ga hier zitten poepiepappiet. Ga jij me dan verschonen? Nee, hè? Oh, omdat je een baby bent? Geen reden. Dat zeg je toch ook niet als je uit een winkel steelt. Ik ben een baby, ik mag doen wat ik wil. Nee, vriend. Oh, wat vind ik dit naar. Oké, weet je wat? Ga liggen. Zo, cool. Ja, kijk maar verbaasd. Geen enkel probleem. Ik pak hier een schone onderbroek. En die... Wat gebeurt er? Wat? Waar is de luier, baby? Baby, ga me nou niet vertellen dat hij ineens boven ligt of zo, hè? Deze deur was net niet open, toch? Waarom ben ik hier? Wacht eens even, is dat de luier? Waarom ligt hij hier? Ik ben hier niet om moeilijke vragen te... Oh, deur in mijn gezicht. Ik ben hier niet om moeilijke vragen te stellen. Ik ben hier om een baby te verschonen. Alsjeblieft, dude. Wie is een lieve baby? Wie is een lieve baby? Oké, sorry. Ik vind het... Kan ik je niet gewoon op het toilet zetten? Alsjeblieft. Hier. Oh, ik heb een baby op het toilet gezet. Sorry. Dat is niet aardig. De baby wil niet op het toilet zitten. Oh. Wat? Wat is dit? Ik weet niet eens wat er gebeurt. Ja, sorry dat ik niet bang reageer. Meer van die baby die spant ineens weg. Dat is toch niet eng? Dat is gewoon raar. Wat ben jij? Een spanbaby. Die heb ik niet zien liggen in de supermarkt. Hier, open deur. De deur luistert naar mij. Mag je ook wel eens gaan doen, baby? Leer van de deur, alsjeblieft. Cool. En dan doen we het licht weer uit. En nu weet ik dat je heel boos naar mij gaat kijken, of niet? Oh, snapperoni. Hij kijkt echt eng. Ik bedoel, chillen. TV kijken. Wat wil je dat ik nog meer doe? Een zak chips openmaken? Ja, je daagt me uit, hoor. Oké, we zitten hier lekker. Het is chill. Dat is nice. Oké, we zijn nu bij nacht 3. En we moeten alweer op de bank zitten. Oh, tenminste, dat is wat ik dacht. Maar toen ineens hoorde ik de baby huilen, weet je wel. Dus moet ik naar de baby. Want de baby huilen, dan moet ik hem een beetje zo wiegelen. Zo van, nee, baby, baby, baby. En dan gaat hij blij worden. Of zo, weet ik veel, man. Ik ben ook maar gewoon een babysitter. En je weet wel. Wat is er? Zit er een spook in de kast? Zit er een monster in de kast? Zit mijn oma in de kast? Zit mijn oma in de kast? Geen enkel probleem hier, ik neem je mee. Oh, licht moet uit. Oh, ik moest hem gewoon even aaien. Hij kijkt boos, hè. Luister, moet ik ook naar boos naar jou kijken? Kijk hoe boos ik kan kijken. Ja, je schrok ervan. Oké, ik doe de deur dicht. Zo, deur. Dicht, oké. We moeten iets vinden om te eten. Want ja, de baby is... Oh, 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 oh.
Oh, wat is het? Wat is het allemaal? Er staat in enge letters, geef me eten. Terwijl ik even wat wil eten. Dat is raar, dat wil ik niet. Oh my gosh, nee. Oh, oh, oh. Oké, weet je, oh my gosh, het staat zelfs op deze muur. Weet je wat, we doen gewoon de koelkast. Op sommige momenten in het leven moet je gewoon geen vragen stellen. Oh my gosh, wacht, wat? Oké, wacht even. Ik ben heel... Oh, die deur zit op slot. Oh my gosh. Oh nee. Oké, deze deur open. Oh, die zit ook op slot nu ineens. En deze dan. Oh, die zit ook op slot. Wat nu? Oh my gosh, nee. Wat moet ik doen? Oké, wacht. Flesje. Oké, ik weet wat ik moet doen. Oké, dit is echt heel eng. Alle deuren... Wacht, deze deur heb ik niet gecheckt. Oh, die kan open. Oh, nice. Oké. Oh, en daar is de baby. Net zat je nog in je bed. Maar het is niet alsof dat het gekste is wat er... Hij kijkt kapot eng. Hij kijkt echt kapot eng. Alsjeblieft, baby. Je bent blij. Wil je dan wel even die enge letters van de muur halen, alsjeblieft? Dat is niet aardig hè, dat je dat doet. Moet je nagaan, hè? Terwijl hij dit allemaal doet. Want ik neem aan dat hij dit doet, dat is de engste baby ooit. Doet hij ondertussen gewoon een poepiepappie. Dus hij is gewoon een beetje aan het poepiepappieën. Terwijl er gewoon de wereld zit op zijn kop. Nou goed, prima. We pakken een schone luier. En ik. Het is alsof ik bij de tandarts zit. Ah, nee, even zeggen, wat moet ik doen? Oh, wat is dit? Oké, wacht. We moeten iets vinden, maar wat moeten we hebben? Oh, we hebben dit nodig. Wat is dat? Oh my gosh, wacht even, dude. Wat is dit voor magie? Hey, luister, ik dacht dat ik een babysitter was. Ik ben geen spookjager. Wat gebeurt hier? Hier, baby. Hey. Hey, wie denk je dat je bent eigenlijk? Wie denk je dat je bent? Een beetje vliegen. Een beetje zweven. Heb je de huisregels niet gelezen? Niet vliegen. Niet zweven. Oh, je bent een baby? Je denkt dat je beter bent? Pssch, zo. Oh, hij kijkt zo verdrietig. Je kan er ook niks aan doen. Dat je hem probeert op te eten de hele tijd. Weet je wel, het is tijd om te gaan slapen, gast. Het is tijd om op één oor te liggen. Of op twee. Ik bedoel, het is heel knap als je dat kan. Kan dat eigenlijk? Op twee oren tegelijk liggen? Nee, dat kan niet. Dat is biologisch niet mogelijk. Oh, ga je weer. Doe je het nou weer? Doe je het nou serieus weer? Het is dat ik het trouwens op mijn telefoon speel zonder headset, hè? Anders was het echt veel enger geweest. Dat is de enige reden waarom ik niet schrik en in mijn broek plas. Oké, oh! Ja. Dat. Oké. Okay. Ja, sorry, ik probeer... Good night. Oh. Slaap lekker. Escape unlocked. Volg het witte konijn en ontsnap aan de baby. Oké, dus we hebben hier nu een wit konijn. En die deur kan open. En nu zitten we in een hotel. Dit is wel heel gaaf trouwens. We zitten nu in een soort van hotel, terwijl net waren we nog in een huis. Dus er gebeuren dingen die niet te verklaren zijn. Oh, wacht. We moeten het konijn volgen, right? Nou, ik zie er hier weer één. Dus wacht op de lift. En nee, ik ga geen praatje maken. Nee. Ik ben niet zo'n liftpraatjesman. Ik wacht gewoon netjes. Kom op nou. Zo van, nee, nu moeten we ineens praten omdat we in een lift staan. Ga weg. Ik zeg helemaal niks. Kaak op elkaar. Mond op elkaar. Niet monden. Ik heb één mond. Het is niet mogelijk om er twee te hebben, denk ik. Oké, we gaan. Misschien had ik even moeten zeggen dat deze video eng kan zijn. Oh my gosh, waar ben ik? Oh. 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 Oh nee. Ja, dat is lifttaal voor help mij. Ik stort neer. Ik heb lifttaal gestudeerd. Oh, oké. Okay. Witte konijn, die kant op. Alrighty. Oké, we gaan naar beneden. Via de trap. Wat is dit? Dit heb je echt soms in hotels. Dat is vreselijk. Ik bedoel, ik weet het. Er zit een baby achter me aan die mijn gezicht eraf wil eten. Maar dat vind ik ook even belangrijk om te zeggen. Dit soort trappen zijn naar. Weet je, met allemaal van die figuurtjes erop. Dat je echt denkt van, ik ga vallen. En dan val je niet. Valt niet, maar het lijkt zo. Oké. Okay. Oeh, kijk, deze kant moeten we op. Hé, kamer. Oh. Ah. Ja. Oh, ik ben zo bang. Oké, okay, wacht even. Doet, kom hier met die toverstaf. Oké, okay, ja. Ga je nog leuk. Leuk. Heel grappig. Hey, pizza. Oh, er is pizza. Lichte sok op de pizza. Nu wil ik geen pizza meer. Had je niet gezien? Oh, je bent weer weg. Oh, is er iets in de koelkast? Oeh, meloen. Ik hou van meloen. Meloen is lekker. Oké. Oh, hey, daar ben je. Daar was je. En nu ben je weg. Oh, daar is die. Ik zie hem. Oké, luister. Ik ga heel rustig naar je toe, ja? Oké. Cool. Taakverdeling is. Jij. Oh my gosh. Ik wou net zeggen, jij zit. Ik ga. Is hij op de. Ja. Oeh, ik heb. Nu heb ik je. Nu heb ik. Ik word een klein beetje gefrustreerd door deze baby. Een beetje geïrriteerd. Beetje maar. Heel klein beetje. Deze baby. De hele tijd in de keuken. Ik weet eigenlijk niet of het mij nog gaat lukken om deze baby te vangen. Ik bedoel, hij staat nu letterlijk daar. Hij zit. Maar als ik er naartoe loop, 3, 2, 1. Hij is weg. Misschien moet ik gewoon het appartement een beetje checken, weet je wel. Oeh, een gitaar. Het is wel een gezellig appartement. Ik weet het. Ik kan bezig zijn met de baby die zich teleporteert. Maar dat heb ik net al gezegd. Oké, op de koelkast. Nou, dat was gevaarlijk, right? Ik weet niet hoe je het hebt gedaan. Maar daar mag je niet zijn. Oh, hij is weer weg. We kunnen de deur openen. Kunnen we niet een andere kamer in misschien? Deze kan niet. Sleutel nodig. Deze deur zit dicht. Deze deur ook. We lopen weer via de zeer gevaarlijke trap naar boven. Deze kamer dicht. Deze kamer ook. Wat hoorde ik nou? Het is serieus lastig om dit op je telefoon te spelen, want je speelt het op je telefoon. Like, moet ik nog duidelijker zijn? Oké, luister baby, ik ben weer terug. Sinaasappels, vitamine, alfabet. Oké, luister, als ik hem nu vind, ik meen het, ik krijg hem te pakken. Ik heb geen zin meer in dit spel. Wees een aardige baby.
En nu heb ik je. Oeh. Ik ben er klaar mee. Adios.